Zie zo, jongens, ga er nog maar eens even voor zitten, want ik heb er nogal zin nog uit dan voor nemen. Ja, ik zou er allemaal anders mee ophouden. Maar het beroerd is, ik kan de mensen niet missen. Want dat is een prachtig gezicht, als je op zo'n podium staat, dan kijk je zo bovenop de mensen. Nou ja, en bij de dames kijk ik er dan nog even in. Ja, want dat zien jullie niet van die kant af, maar er zit nog wel eens een enkeltje tussen, die hebben de piepers los in de kist. Dat zodoende zit ik zo'n beetje dag en nacht in het vlees. Mevrouw zei het allemaal, jongen, dit moet je niet zo naar kijken. Nou ja, ik zeg, mens, als ik er niet naar kijk, dan loop ik er tegenaan. Maar dames en heren, ik heb al een zo'n keer gezegd dat het zo verlegen jammer is dat we zo'n zo'n kwijtraken in West-Friesland. En ook de humor raken we kwijt. En dat komt om de doodeenvoudige reden, omdat de derpsfiguur opraken. Want daar komt de humor vandaan. Ik heb vanzelf een slagerij en dan hoor ik nog wel eens wat in de winkel. En als dat dan een beetje de moeite is, dan schrijf ik dat op en daar maak ik dan wat van. Ik ben vanochtend naar een klant kwijtraakt. Ja, een paar weken geleden komt er een kerel bij me in de winkel. Hij zei, nou wou ik 4 ons gehak. Als maar niet. Ja, hij zei, we hebben een beetje een durige week achter de rug, want mevrouw is met de bus naar Horen geweest. En daar heb ze 3 pond sausjes gekocht. Die was een nacht puur goedkoper als bij jou. Maar hij zei, toen zou ze weer terug met de bus en ze deed er paraplu nog even in dat bagagerek leggen. Toen ging ze per ongeluk op die sausjes zitten. Nou, jullie kennen dat mensje vanzelf niet. Nou, dat hindert niet. Ze hebben zo'n batterij. Dat je helemaal vanzelf niet te denken dat er nog één sausje levend onderuit komen is. Maar hij zei, ze hebben er zo'n verschrikkelijke hekel aan. Geen mens mag het weten hoor, jij ook niet. Nou, nou kwam ze vanochtend in de winkel en ik denk, nou zullen we het krijgen hoor. Ze zei, Piet, hij na 3 pond van die lekkere sausjes. Want die heb je altijd zo lekker, die heb ik vanzelf altijd van je. Maar ze zei, me jongen, hoe kan ik die nou het beste braden? Want dat vind ik zo jammer, er barst er wel eens een stik. Hoe kan ik die nou het beste heel houden? Nou, ik zeg, niet erop zitten gaan. Die zie ik nooit meer terug. Maar mensen, ik had voorheen ook naar een noodslagplaats. Als er dan een beest was wat uit noodslacht worden moest, dan moest dat er gebeuren. En als die dan goedkeurd werd, dan had je vrijbankvlees. Dat is ook alweer uit de tijd. Nou is het al een heel tijdje geleden, toen zat er bij ons het dorp een varken in sloot. En waren we van die hoge walkanten. En Piet Veerman en Klaas Bakker die stingen al tot ter middel aan toe in sloot om dat varken met zijn kop boven water te houden. En toen komt de burgemeester aanlopen. Hij zei, mannen, denk erom hoor, dat jullie zijn kop boven houden, anders verdrinkt hij. Nou, Piet Veerman, zei de burgemeester, ga jij alsjeblieft in huis. Want jij moet enkel maar werken met je hoofd, maar wij ook nog met ons handen. Ja. Nou, maar de burgemeester zei, ik zal toch nog een paar mannen roepen die jullie even helpen willen, want je krijgt hem nooit op de kant.
En die burgemeester had hem net omdraaid toen zei Veerman... onderdouwen. Hoor, Kluisbakker, zei dan verzuipt hij. Veerman zei dat moet ook. Want hij zei, dan brengen we hem naar de slager. Als hij dan goedkeurd wordt, hebben we vrijbankvlees. Dat is de half goedkoper als dat tarenvlees. Nou mensen, dat is beurt en toen komt diezelfde veerman bij mij in de winkel. Hij zei, nou krijg ik er toch wel een paar kilo extra van, denk ik. Nou, ik zeg weer dat voor. Nou, hij zei, ik heb ervoor gezegd dat hij hier komen is. Ja, maar ik zeg, Klaas Bakker heb hem gebracht. Ja, maar hij zei, ik heb hem verzopen. Mensen, wij hebben bij ons twee Janssens. Nou, dat is heel erg een familie van elkaar. Maar die hebben zo'n prachtige boerderij gekocht in Twisk. Die hebben ze heel erg verbouwd en restaureerd en in tweeën deelt. Ze wonen alle twee in een halft. Maar die verbouwing, dat het zoveel leeg en veel geld kost, dat konden ze niet meer ophoesten. Dat de boerderij moest verkocht worden. En nou wonen ze alle twee in een flat in Purmerend. Nou, ze willen wel kruipende weer terug, want het is vanzelf goud waard als je om je eigen huis heen lopen kan. Die een die woont één hoog en die andere twee hoog. Ze zeggen daar in Purmerend ook Janssen één hoog en Janssen twee hoog. Maar nou was het heel beroerd, want Janssen één hoog zijn fiets was gestolen. En Janssen twee hoog zijn vrouw was overleden. Ja, dat was heel beroerd en Dominic kwam ook al even op rouwbeklag. Maar die ging per ongeluk naar de verkeerde Janssen. Hij zei, ik condoleer u hoor, met het verlies. Oh, hij zei, dat hindert niks, het was een oud kring, iedereen reed erop. Mensen, ik heb een buurmaatje, nou dat is een verlegene, pittige maat, maar ze heeft nooit geen jongen. En ze gaat alle weken te dansen, dan naar Van Rooyen en Werversoven, en dan naar de vriendschap en wat wij. Maar ze heeft nooit geen jongen. Nou, ik zei, maat, vraag er zelf in. Nou, ze zei, dat doe ik niet hoor. Oh, ik zei, maat, wat kun jou dat schelen in deze tegenwoordige tijd alles kennen? Ja, maar ze zei, dat doe ik niet. Nou, ik zei, jullie hebben er in de kamer zo'n papegaai en zo'n kooi. Ik zei, weet je wat je nou eens doen moet? Je moet die papegaai meenemen naar het café. En dan zet je die papegaai op je schouder en dan vraag je aan al die jongens aan de bar wie nou raadt wat ik op mijn schouder heb. Die mag vanavond een avondje heel lekker met me uit. Nou, ze zei, zou ik dat doen? Ze zei, ja, maat, wat kun jou dat schelen? Nou, mensen, ik zie de nacht gaan met dat kooitje met die papegaai erin. Ik erachteraan. En toen zie ik er die papegaai op een schouwer zitten. En er zaten zo'n stuk of negen van die jongens aan de bar. Ze zei, jongens, wie nou raadt wat ik op mijn schouwer heb, die mag vanavond lekker met me uit. Toen was er één zo'n jongen die zei, een nijlpeert. Nou, ze zei het voor deze keer, reken ik het goed. Nou, en het ze nog zo'n broer, die jongen is nou net 16. Die wou zo verlegen graag een bromfiets hebben. Nou, zijn vader zei, mijn jongen, je gaat maar lopen hoor. Ik moest vroeger ook altijd lopen, niks waard. Zo'n bromfiets, zo'n koud kring, je gaat maar lopen. Hij zei, als je nou 18 bent, dan mag je van mij wel een rijbewijs halen, maar zo'n bromfiets, die krijg je niet, je gaat maar lopen. En er liep nog zo'n koppeltje kip op het erf. En er liep nog een haan ook bij. En leidt die haan nou op zo'n kipwippen. Dat die jongen vliegt erachteraan, die geeft die haan een trap. Hij zei, kring, ik moet lopen, jij ook.
Wat is er mooi, dat doet toch geen zeer, denk ik. Mensen, ik was laatst in Texel en dat zullen alle mensen wel weten. Als je daar optreden moet, dan kun je cijfers niet meer terug. Want de laatste boot gaat om 9:00. Maar ik kreeg daar een prachtig hotel, mensen. En ik kreeg daar 's ochtends een ontbijt. Dat heb ik mijn hele leven nog nooit meemaakt. Dat was zo geweldig voor mekaar, maar ik had anders op mijn klokje gekeken. Want ik denk, nou wil ik met die eerste boot terug. Dat ik greep naar een paar plakjes brood en een beetje dik beleg erop. Ik denk, dat wikkel ik in een krant. En die ober die ziet dat gebeuren, die komt op mijn af als uit meneer. Maar dat zijn wij hier niet gewend hoor, in ons hotel. Nou hoor, ik zeg, dat ontbijt is hier zo best. Ik denk, dat moet eens in de krant. Maar dames en heren, ik wil nog even serieus worden. Ik wou er eigenlijk nog eens eentje vertellen van Kees Tijd. Dat is eigenlijk een ode aan die man. Ik wil er geen lang verhaal over vastleggen, maar ik wou vanavond het verhaal vertellen van de twee hardgekookte eieren. Hoor, die kennen jullie al herhaald? Zou ik het dan maar niet doen? Nou, dan doe ik het toch, mensen. Ik rij wel eens op mijn bromfiets door West-Friesland. En dan heb ik een hele zorgzame vrouw. Dan duwt ze altijd twee hardgekookte eieren in mijn broekzak. Bromt niet lekker, maar nou ja, je wat eten onderweg. En ik kom in Nibbikswoud bij Hotel Ensius. Ik denk, kom man, ik zal er eens een kopje kopen. En ik zit er aan de ronde tafel aan een koppie en er komt een wijfje in met een mandje met eieren. Nog zo'n matje, de lekkere eiertjes. Ja, ze zei, die ben kerstvers. Ik zei, wat kostte die? Ze zei, 15 cent stik. Ik zeg, geef op twee eieren. En ik douw die twee eieren van dat wijfje bij die twee hardgekookte eieren van mevrouw. En we zitten nog even aan een kopje. Ik greep zo'n gekookt ei en die sloeg ik stik op tafel en ik vrat hem op. Nou, als jullie nou een wijfje zien hadden met kokkers van ogen. Dat eieren wijfje. Nou, ze zei, kun jij eieren koken in je broek? Ik zei, wij ja, mooi, dat doen wij bij ons allegaar. Dat ik greep die haar ook en die vrat ik ook op. En toen moest ik even naar een zekere plaats. En net dat ik op die zekere plaats was, is er een vreemde kerel inkomen. En toen zei dat eierenwijfje tegen die vreemde vent. Nou is er een kerel op een vreemde plaats. Die kan eieren koken in zijn broek. Nou, hij zei, dat bestaat niet. Want hij zei, dat ken ik niet en dat ken hij niet en dat ken jij niet. Dat ken de hele wereld niet. Nou, ze zei, ik heb het zien, heb het vlak voor mijn ogen gedaan. Hij zei, geef op twee eieren. Dat hij koopt twee eieren van dat wijfje en toen kom ik net van die zekere plaats. Hij zei, ben jij de eierenkoker? Ik zeg, ja. Hij zei, zou je deze twee ook even voor me koken willen? Nou hoor, ik zeg, ik zou het graag voor je doen, maar ik heb net mijn warme water weggooid.